In Getest zullen wij Emma, Ziva, Jurre en Jamal wekelijks de bekendste seks- en drugsmythes testen. Hoe we dat doen? Door het zelf aan den lijve te ondervinden. Zijn de resultaten positief? Dan is het waar. Maar komt de mythe negatief uit de test? Dan is het gewoon een lulverhaal. En de mythe van deze week is: van speed word je sneller. Ik wil, voordat we beginnen, wil ik zeggen dat Emma mijn jasje aan heeft. Dus als je denkt wat een leuk jasje is dat, die is van mij, niet van haar. De mythe van vandaag is eigenlijk letterlijk: word je van speed nou sneller? Om dit te testen gaan wij zo dadelijk zowel een mentale snelheidstest doen als een fysieke snelheidstest. Ja. En dan weten we echt of je er nou dus sneller door wordt. Ja, want ik ben sowieso sneller dan jij überhaupt. Kan jij überhaupt rennen? Kan je dat? Schat, ik kan alleen maar huppelen. Toch? Dat wilde je toch horen? Heks. Terugkomend op de mythe. Ja. Word je sneller van speed? Dat gaan wij testen. Maar ja, niet! Nee! Je vergeet bijna wat heel belangrijk is om te doen. Liken, abonneren, subscriben. Ja, anders dan doen we het gewoon niet. Ja, sneller, maar ook helemaal vaag. Je gaat sneller denken. Alles gaat gewoon wat sneller in jouw hoofd. Je lichaam gaat een boost krijgen, waardoor je alles sneller gaat doen. Je bent meer opgehyped. Dus het lijkt alsof je gewoon raced. Waarschijnlijk wel. Het zit in de naam. Iedereen vertaalt het op die manier. Speed is namelijk een middel wat ze heel veel gebruiken op hardcore feestjes en wat dan ook. En je ziet mensen eigenlijk alleen maar hard gaan. Waar denk ik dat het op is gebaseerd? Ik denk mensen hun ervaringen. Wat het chemisch gezien met je lichaam doet. Of mensen zoals ik die ontweten zijn en gewoon de naam horen. Of ik denk dat je van speed sneller wordt. Ja. Nee, ik denk niet dat je fysiek sneller wordt van gebruik van speed. Ik denk dat je in je hoofd sneller kan gaan, maar ik denk niet dat je als mens sneller kan. We gaan testen of we zowel mentaal als fysiek sneller worden van speed. We beginnen door onze hersenen te kraken over een rebus en daarna leggen we als ware atleten een sprint af. We doen dit eerst helemaal nuchter, zodat we een goede nulmeting hebben. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. Veel mensen denken dat je van speed sneller wordt, omdat het één al in de naam zit. Hè, speed, snelheid, die associatie is dan snel gelegd. Maar daarnaast ben je onder invloed van speed, ga je ook sneller bewegen, wat meer praten. En dan lijkt het alsof je ook daadwerkelijk sneller bent. Oké, nuchter. Ja, we gaan de mentale snelheid testen. Dus de rebus als eerste onderdeel. 3, 2, 1, go! Auto, koelie, koelie, coli, plafonddienst, calorieën, nee, wat? Druif, min vee, dat is helemaal niet. Li plus koe, of is het een stier? Li, ster, oh, plafonddienst draaien. God, jezus. Plafonddienst draaien. Lico, licoen, abo, eer. Like en abonneer. Like en abonneer. Stop de tijd. Volgens mij heb ik het sneller gedaan dan jij. Veel sneller. Ja, dat denk ik ook. Oké, door naar het rennen. Ja. Oh. Die camera ging helemaal. Nou, we waren wel gelijk aan elkaar. We waren heel gelijk aan elkaar. De werkzame stof in speed is amfetamine. En amfetamine is een stimulerende stof. Die zorgt ervoor dat je hartslag omhoog gaat, je bloeddruk omhoog gaat. En je voelt je daardoor energieker. Je gaat heel veel praten, je hebt echt energie voor 10. Ja, onze lijntjes liggen hier al prachtig klaar. Maar voordat we dat gaan doen, eerst even naar de resultaten van de nuchtere ronde. De nulmeting. De nulmeting. Ik had bij de rebus 27 seconden. Jij? Oh! 1 minuut 6! Dit is echt pijnlijk. Ja, maar je was ook echt heel traag. Echt heel traag. En rennen heb ik 7,47. En ik 7,65. Oeh, dat ligt wel heel dicht bij elkaar. Dat is wel spannend. Nu is het moment aangebroken dat we gaan testen of je inderdaad sneller wordt van speed. Huh? Ik krijg helemaal kippenvel ervan. Hoezo? Ja, omdat ik het zie liggen en dan denk ik, gadverdamme. We hebben 2 lijnen klaargelegd en de bedoeling is dat we zometeen allebei een lijn gaan snuiven en onze eigen persoonlijke scores proberen te verbeteren. Ja, dat is wat we gaan testen. Deze speed is natuurlijk getest, helemaal veilig. De lijntjes die hier liggen zijn op maat gemaakt voor ons. En we zitten natuurlijk onder het toeziend oog van Mark. Goddank. Dit blijft een ding. Ja. Gewoon keihard snuiven op beeld. Ja. Ja. Maar ja, 3, 2, 1.
even incasseren hoe dit voelt. Ja, mijn neusschotje zit er nog. Oké, dan ga ik. Ik verdeel mijn even in tweeën. Oké, succes. Ah, prikt! Ja, het is wel een beetje scherp, hè? Ja, maar dat maakt het ook chemisch. Ha. Nou, speed zit erin. Huh? Ja. En nu gaan we kijken of we sneller zijn. Ja. Bam! 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 Als je kijkt naar de werking van speed in relatie tot sporten, dan zou je daar eventueel voordelen aan kunnen hebben. De speed stimuleert je zenuwstelsel en het zorgt ervoor dat je je energieker voelt. De bronchiën in je longen gaan wat openstaan en de bloedvaten van je skeletspieren verwijderen zich. Daardoor komt er meer zuurstof naar je spieren en zou je in theorie in staat zijn tot wat meer fysieke inspanning. We gaan met speed op de mentale snelheidstest doen. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1, go! Een geit, gel. Ik ben gel. Stop de tijd. Ler? Wow, dit was wel snel. Makkelijker. Dat kan. Ja, dat kan. Ler. Dat kan, Ler. Er staat snelweg. Dat kan. Sneller. Oké. Okay. Ja, dat kan inderdaad sneller. Wow, dit was wel echt een gigantisch verschil. Vond ik ook. Toch? Ja. Maar jij deed alles langzamer, voor mijn gevoel. Ja. Jij bent ook langzamer. Ik ben wel iets langzamer, ja. Ja, en ik voel me in mijn hoofd wel echt sneller. Ja, maar jou was ook wel echt makkelijker. Nou, nee, want ik had ook weer een plaatje wat je als koe of als kalf kan zien. Nee, maar ik maakte heel snel, koos ik gelijk voor koe. Ja, dat deed je heel snel, ja. 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 Zie je, merk je het? Zij is gelijk al een soort van rustiger. Toch? En ik ben sneller. Ja, maar werkt het gewoon heel anders. Maar ik heb wel heel veel spanning in mijn lichaam zitten, dus ik ben wel heel benieuwd hoe de rentest gaat zijn. Ja, laten we rennen. Ja? Oké. Okay. Oké, Jurre, ben je klaar voor? Ja. Oké. Ah! Oh! Fuck. Oh. Holy shit. Jij rende nu wel een stuk harder dan ik. Ik weet niet of ik sneller rende dan mezelf. Ja, ik heb denk ik niet hard gerend. Oh, terwijl ik wel echt alles heb gegeven. Borst. Jeetje, rennen aan de speed is wel... Ik moest er even inkomen. Vond jij chill of dacht je van... Ik vond het niet chill. Nee. Gewoon omdat ik merk dat ik in mijn hoofd met hele andere dingen bezig ben. Ik had last van mijn rug tijdens het rennen, omdat ik helemaal zo rende. En daar was ik mee bezig. Ja. Nee, had jij een soort van hyperfocus? Ja, het enige wat ik dacht was gewoon rennen. Oh. Rennen naar die streep. Jij hebt wel allemaal zweetoksels. Ja, ik heb ook gerend, jongen. Ik heb dat helemaal niet. Ja, ik heb echt mijn best gedaan. Hebben we de uitslag? Ja. Oké. Oké, jongens. Spannend moment. Tromgeroffel. De uitslag van deze test. Hier is de rebus. Oh, daar heb ik wel echt veel langer over gedaan. Ik heb er 53 seconden over gedaan aan de speed. En 27 seconden nuchter. Dus dat is al een 20 seconden verschil. En ik heb rebus 2 in 12 seconden. Dat is echt heel snel. Dat is echt lijpsnel. Want de eerste was 1 minuut en 6 seconden. Ja. Het rennen. De fysieke test. Ben je sneller aan de speed? Oh, wat? Hoe kan dat? Nee, dit is onmogelijk. Ik heb exact hetzelfde aantal secondes gelopen. 7 seconden en 47 millisecondes. Oké, dat is best echt wel lijp. En ik? Oh, langer. Ik nu 8 seconden en 16 en voorheen 7. De mythe, word je van speed sneller, is officieel negatief getest. Maar ik was wel bij de rebus sneller. Ja, maar die was... Maar niet fysiek. En ik denk ook dat nu gewoon de rebus, dat ik het wat meer snapte en die eerste was moeilijk. Ja.
Ik vind ook wel dat je kan stellen dat je eigenlijk dus van speed niet sneller wordt. Nee, niet significant veel sneller. Dus het is een lulverhaal. Sowieso, bullshit. Ja. Nou, nu gaan wij nog even 6 uur lang... Ja, we gaan even af terug op de renbaan. Naar het plafond staren. De test zit er weer op. De mythe van speed word je sneller is officieel negatief getest. Dit brengt het totaal op 2 negatieve en 1 positieve test. Wil jij nou een mythe getest zien? Laat het ons weten. En misschien zoeken wij het voor je uit.